Metropool is een poppodium die meetelt in een van de 16 grote poppodia in Nederland. En natuurlijk vooral bekend, en dat is logisch, voor de presentatie van de grotere acts. Dus dat wat je op het programma ziet. Maar we doen nog veel meer. We zijn ook heel erg bezig met talentontwikkeling. En we bieden gewoon een ruimte voor allerlei muziekgerelateerde en culturele zaken in Twente. We doen het inmiddels in Hengelo en in Enschede. Het mooiste is natuurlijk dat we met onze twee locaties naar een verdubbeling zijn toegegaan als waar we zaten in 2017. Dat betekent eigenlijk gewoon twee steden en twee keer zoveel veel bezoekers, twee keer zoveel evenementen. Dat klinkt heel logisch, maar dat moet je wel eventjes doen. Je wilt zoveel mogelijk mensen bereiken, dus we zijn van 45.000 bezoekers naar 65 en nu met de tweede vestiging er bijna 130.000 bezoekers gegaan. Het voordeel dat Metropool heeft is dat we al heel erg lang bestaan, hè? 31 jaar inmiddels. En dat is dat we al heel goed weten wat in deze regio ook werkt. En wat wij heel interessant vinden is om een programma neer te zetten dat die regio ook echt ontstijgt. Dus dat we acts naar Twente halen die voorheen eigenlijk alleen in de Randstad te zien waren. En daarmee zorg je in ieder geval dat je publiek uit heel Twente trekt, maar ook daarbuiten. Dus uit heel Nederland, Duitsland, België en zelfs van verder weg. Nou, wij in de basis hebben we twee eigen locaties. Industrieplein hier in Hengelo, waar we nu zijn, en Enschede, het Willem Wilminkplein. Beide locaties beschikken over twee popzalen en een muziekcafé. Daarnaast programmeren we ook incidenteel in Innocent in Hengelo, jongerencentrum. Maar ook concerten in muziekcentrum Enschede. Dat doen we in samenwerking met het Wilming Theater. En daarnaast twee weekenden ook weer in openluchttheater Hermer. En als je al die zalen naast elkaar zet, dan zie je dat daar heel groot verschil in zit tussen zaalcapaciteit. Die begint met 115 in Innocent en openluchttheater heeft de grootste capaciteit. We verkopen daar 2100 kaarten op concerten. En wat je ziet is dat wij per locatie ook wel een eigen profiel hebben. We programmeren heel erg breed als Metropool op alle locaties. Maar er is wel degelijk een verschil in aanbod. Wat bijvoorbeeld in een Innocent staat of zelfs in Hengelo versus Enschede. We zijn hier in het muziekcafé van Metropool. Dat is waar de avond begint voor de meeste mensen die naar een concert komen kijken. Hier kun je een hapje eten en wat drinken. En dat doe je eigenlijk samen met de crew en de muzikanten die 's avonds spelen. Want die eten hiernaast aan een buffet. Wel iets afgezonderd van de rest van de mensen, maar dit is wel de plek waar de avond begint. Nou, het is donderdagmiddag en op donderdagmiddag hebben we vaak een groot overleg. Er moet goed voor de mensen gezorgd worden, dus wij hebben een lunch geregeld voor iedereen. En dit doen we eigenlijk iedere donderdag. Ja, Metropool is op weg om het podium van het oosten van het land te worden. Dat betekent dat onze ambities best groot zijn. Zo hadden we afgelopen jaren al 450 concerten, maar 130.000 bezoekers. En dat moet in 2024 misschien wel 200.000 bezoekers worden. Nou, dit is dus onze grote zaal. De zaal waar alles gebeurt. Naast wat we hier doen, hebben we natuurlijk ook de Nacht van Hengelo die we dit jaar weer gaan organiseren. Als alles goed komt met elkaar. Dat doen we met veel muziek in de stad, op verschillende plekken. En eigenlijk met het idee om dat in de komende jaren ook te blijven doen. En zo doen we ook andere dingen buiten de deur. In Enschede doen we het een en ander, maar ook in het met ons openluchtconcert. We zijn groter geworden. We zijn het eerste bovenstedelijke poppodium van Nederland. Met meerdere locaties in Twente. Verdubbeling van het programma in anderhalf jaar tijd. We hebben gewoon meer mensen nodig. En ja, vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Heel belangrijk. Hier staan we in de keuken van Metropool. Hier wordt gekookt voor onze gasten, maar ook vooral voor de artiesten en de crew die daarbij hoort. En dat wordt gedaan door onze vrijwillige kookploeg. En er wordt rekening gehouden met allerlei dieetwensen, allergieën en dat soort zaken. En dat is niet makkelijk. En binnen de liefde die ze hebben voor het koken, moeten ze ook eens houden aan allerlei regeltjes. Maar dat wordt allemaal gedaan hier. Ik ben vrijwilliger hier. In dagelijks leven ben ik HVO-docent op openbare basisscholen hier in Hengelo.
En ik doe dit omdat ik er bezig bij ben en ik verveel me snel. En het is heel erg leuk. We zijn één grote familie hier met leuke mensen in de kookploeg. Dus ik doe het al zo'n jaar of drie. Leuke feestjes, leuke artiesten en wij maken lekker eten. We maken leuke muziek en samen maken we er een leuke dag van. Ik werk hier nu sinds 2012 al bij Metropool. Begonnen als vrijwilliger ooit en tegenwoordig werk ik hier als freelancer. Dus ja, ik doe voornamelijk werk als audiotechnicus, dus voornamelijk monitoren, maar ook front of house, dus ook zaalmix en dergelijke. In feite begon de passie voor muziek al vroeg. Ik speel zelf ook alt-saxofoon en tenor-saxofoon. Dus heb ik altijd in bandjes gespeeld, ik speel nog steeds in een orkest. Dus daar vanuit is eigenlijk die passie voor muziek al ontstaan. En zodoende werd ik al jong geïntroduceerd met muziek. En toen hoorde ik van wat vrienden van me dat ze hier bij Metropool werkten. En zodoende ben ik hier ook eens een keer gaan kijken. Vrijwilligers kan draaien. Dat ze eigenlijk elke keer wel bijna de diensten gevuld hebben. En dat vind ik gewoon, ja, gewoon tof. Dat dat nog kan in deze tijd waarop iedereen wel vooral voor zichzelf bezig is. Dat dat nog zoiets op vrijwilligers kan draaien. Ja, dat is fantastisch.